Vanavond hebben we onze aftrapbijeenkomst van het seizoen 2011-2012 inmiddels. We zijn allemaal terug van een welverdiende vakantie. Dus goed, zijn we allemaal heerlijk genoten en zijn we weer fris en fruitig voor een nieuw voetbalseizoen. Vanavond willen we met de leiders en trainers die onze jeugd dit jaar gaan begeleiden, willen we een flitsende start hebben van het seizoen. We zullen wat rondom de organisatie MSV vertellen. We zullen een presentatie hebben van Mark de Horm in zaken veel voetbalplezier bij kinderen en de techniektraining die aanstaande zijn. En aansluitend krijgen alle leiders en trainers hun materialen mee, waarmee zij dus het seizoen kunnen starten. Dus we hopen op een goede opkomst en een positieve start van het nieuwe seizoen. Mijn naam is Mark de Hoorn, ik ben coördinator van jeugdvoetbalopleiding. We gaan wederom bij MSV een aantal zaken opzetten samen met de voetbaltechnische commissie van de vereniging. De bedoeling is eigenlijk dat we zowel het kader als de jeugdspelers weer wat extra impuls gaan bieden om de kwaliteit van de jeugdopleiding van MSV nog verder omhoog te werken. De doelstelling is eigenlijk dat de vereniging gerichter aan de jeugd gaat werken. Nou, de techniektraining van de kinderen is bedoeld om de spelers balvaardig te maken, maar ook vooral meer zelfvertrouwen, het spelplezier te vergroten. En de trainers willen eigenlijk handvatten bieden om gericht voor de groep te staan, pedagogisch en verantwoord te werk te gaan. En dat zij zelf er ook meer plezier aan ontleden en dat ook de kinderen beter gaan voetballen. Nou, dat allemaal tezamen goed doordacht en besproken met de VTC, zijn wij er zeker van dat MSV weer een goede stap zet om een vitale vereniging te worden. Dit gaat helemaal goed komen. Deze handel. Het was heel duidelijk. Dank je wel. Absoluut. Het is helemaal goed.